Dit is deel 4 over het postmodernisme en ik ga verder in deze video met het verhaal over de schilderkunst van deze periode, het postmodernisme. In de jaren 80 van de 20e eeuw vindt er een opleving plaats van de traditionele schilderkunst. Je zou die opleving kunnen zien als een reactie op die vercommercialisering van de kunst en die intrede van de kitsch in de kunst. Dat gladde, dat commerciële, dat oppervlakkige. Als reactie daarop ontstaat er dus in de jaren 80 een opleving van de schilderkunst en de groep schilders uit deze periode, Nederlandse, Duitse, Franse schilders, worden aangeduid met de naam de Nieuwe Wilden. En dat slaat een beetje op hun manier, hun techniek van schilderen. Het is een ruwe en ongekunstelde schilderstijl. Thema's van de Nieuwe Wilden die ze gebruiken in hun schilderkunst zijn uiteenlopend verleden, erotiek, dromen, angst of agressie. Het is eigenlijk een soort van nieuwe vorm van expressionisme. De beweging van de Nieuwe Wilden wordt beschreven op bladzijde 145 van je boek. Ik laat je even een paar werken zien van schilders van de groep de Nieuwe Wilden. Georg Baselitz, deze meneer, je ziet dat hij een vrij expressieve ruwe schilderstijl heeft, schildert de meest uiteenlopende onderwerpen. Wat hem typisch maakt is dat hij als een schilderij op de kop ophangt. En een schilderij op zijn kop, dat is een typische Baselitz. Daaraan herken je het werk van Baselitz. Kijk maar op deze foto, je ziet hem in zijn atelier. Al zijn schilderijen zijn op de kop geschilderd. Dat maakt het uniek. Het is per slot van rekening de tijd van het postmodernisme waarin anything goes. Anselm Kiefer, dat is deze meneer, die schildert vooral het Duitse verleden. Ook op een hele expressionistische manier. Het is eigenlijk ook een soort van materieschilder. Hij gebruikt in zijn enorme grote schilderijen allerlei, naast verf, allerlei andere materialen. En de onderwerpen die hij aansnijdt in zijn werk hebben te maken met Tweede Wereldoorlog verleden, het nationaal socialisme en de Duitse mythologie. Dit schilderij van Anselm Kiefer gaat over de Holocaust en de Jodenvervolging. Als je het technisch bekijkt, dan zie je dat Kiefer naast verf ook allerlei andere materialen in dit schilderij gebruikt, waaronder hout, riet, stro. Dit zijn foto's van Anselm Kiefer, waarbij hij zichzelf heeft gefotografeerd op allerlei belangrijke plekken in Duitsland, waarbij hij de Hitlergroet brengt. Het heeft te maken met de verwerking van het Duits nationale verleden. Dit is werk van de Nederlandse schilder René Daniels. Dit is werk van Nederlandse Zuid-Afrikaanse schilderes Marlène Dumas. Zij schildert heel veel portretten, zoals je ziet, ook op een tamelijk expressionistische manier. Ruwe schildertechniek, waarbij kleuren sterk in elkaar overlopen. En zij laat zich vooral ook inspireren door beelden uit de media, foto's uit tijdschriften en kranten die ze als onderwerp gebruikt voor haar portretschilderijen. Luc Tuymans, een Vlaamse schilder, behorend tot de Nieuwe Wilden, schildert ook veel portretten, waaronder dit portret van prinses Beatrix.
en steeds, hè, dat is toch wel een soort van overeenkomst te noemen, zie je dat die nieuwe wilde, een vrij expressieve wilde schildertechniek hebben niet. De graffiti-kunst, dat is een, ook een kunstvorm, is eigenlijk een straatkunst. Hè. Het is in eerste instantie niet bedoeld voor musea, zoals traditionele kunst dat wel is. Graffiti-kunst is een straatkunst, ontstaat op straat en in metrostations in de Verenigde Staten. Het is een straatcultuur. Waarbij die graffiti-kunstenaars vaak jonge mensen op straat met spuitbussen snelle teksten op gevels zetten. Al of niet in combinatie van een snel gemaakte afbeelding. Een belangrijke vroege graffiti-kunstenaar is Keith Haring. Hier zie je hem op een plaatje. Keith Haring woonde in New York, in de Verenigde Staten. En hij ging op de metrostations van de ondergrondse in New York, ging hij op reclameborden, die niet verhuurd waren en met zwart papier waren afgeplakt door het verhuurbedrijf, op deze zwart afgeplakte reclameborden ging hij zijn typische snelle tekeningetjes maken. En met die typische snelle tekeningetjes, die typische poppetjes, werd hij in de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw snel heel bekend. En zijn werk werd, wat hij dus aanvankelijk op straten en in de metrostations van New York maakte, werd op een gegeven moment ook aangekocht door musea. Een andere bekend geworden graffiti-kunstenaar is Jean-Michel Basquiat, dezelfde periode, de jaren 80 en 90, ook werkzaam in New York in de Verenigde Staten, maakte dit soort hele expressieve graffiti-beelden en steeds een combinatie van afbeelding met tekst. Ik ga nu nog een paar losse begrippen met jullie behandelen. Ten eerste, minimal art. Minimal art is eigenlijk een kunststroming, ontstaat in de jaren 70 van de 20e eeuw. En minimal art is zowel beeldhouwkunst als schilderkunst een stroming waarbij de kunstenaar hele sterke, simpele, enkelvoudige vormen maakt, elementair en minimaal, en vaak uitgaand van geometrische vormen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het werk van Donald Judd. Dit is een installatie of een beeldengroep van Donald Judd, bestaande uit 6 blauwe kubussen. Dit is een overzichtstentoonstelling van het werk van minimalisten. Dit rijtje met begrippen vind je achter in je spruitjesboek op bladzijde 120. Het is een opsomming van vormen van beeldende kunst die opkomen aan het begin, aan het eind van de 20e eeuw. Het zijn allemaal nieuwe vormen van beeldende kunst. Deze nieuwe vormen van beeldende kunst die worden behandeld vanaf bladzijde 149 van je boek tot aan het eind. En ik wil in de laatste minuten van deze video enkele van deze begrippen met afbeeldingen en kleine filmpjes verduidelijken. En dat is om te beginnen het begrip performance. Performance is natuurlijk Engels voor voorstelling. Een performance in de beeldende kunst is een soort van voorstelling gedaan door één kunstenaar of door meerdere mensen.
onder regie van een kunstenaar, waarbij het vooral gaat om het beeld. Er wordt een bepaalde handeling uitgevoerd, waarbij taal een ondergeschikte rol speelt. Het is dus vooral niet een theatervoorstelling, of een korte theatervoorstelling. In een theatervoorstelling speelt taal, het verhaal, een belangrijke rol. In de performance beeldende kunst gaat het vooral om het beeld. En de handeling. In dit filmpje zie je een performance van de kunstenaar Yves Klein, Anthropometrie heet het, waarbij dames die zich insmeren met verf van hun lichaam een afdruk maken op papier wat aan de muur hangt. De performance wordt gefilmd, de gefilmde beelden worden tentoongesteld in musea en de afdrukken van de naakte dameslijven worden ook weer als kunst tentoongesteld. Maar het gaat bij de performance vooral om deze handeling. Het gaat dus bij de performance vooral om de handeling. Dan gaan we kijken naar een filmpje van een happening. Een happening lijkt een klein beetje op een performance. Het enige verschil tussen performance en happening is dat het publiek bij een happening het verloop van de voorstelling van die happening dus kan bepalen. Dus het publiek bij een happening kan het publiek meedoen aan de actie. Bij een performance niet. Bij een performance is het publiek gewoon toeschouwer dat langs de kant zit. Even kijken of ik hier nog ergens leuke beelden kan vinden. Ja, dit is een happening in de jaren 60, waarbij de kunstenaar zich helemaal gek uitdorst en het publiek dus uitdaagt om mee te doen. Dit is een voorbeeld van een installatie. Een installatie is een ruimtelijk kunstwerk bestaande uit afzonderlijke elementen door een beeldend kunstenaar opgebouwd, uitgestald of opgehangen in een speciaal daarvoor uitgekozen locatie. Een installatie kan gezien worden als een tijdelijk environment. Het heet dus ook wel environment. En door die installatie kan je als toeschouwer heen lopen. Dus een ruimtelijke omgeving. En dan tot slot land art. Het is een stroming in de beeldende kunst ontstaan in de jaren 60 van de 20e eeuw. Waarbij kunstenaars ingrijpende, kunstzinnig bedoelde ingrepen aanbrengen in een natuurlijk landschap. Dus een natuurlijke omgeving, zoals hier een meer in het noorden van Italië, waar een kunstenaar drijvende wandelpaden heeft aangebracht die op het water drijven. Bij wijze van enorm groot kunstwerk. Dat noemen we land art. In dit filmpje zie je een ander voorbeeld van een land art project. Eigenlijk van dezelfde kunstenaar als van die drijvende wandelpaden op het meer. Hier pakt hij samen met medewerkers bomen in plastic. En manipuleert zo de natuurlijke omgeving.